Het is weer de hoogste tijd voor een nieuw avontuur. Van de allerbeste bieten die Sinterklaas maar heeft. Het zijn de elite bieten van het allereerste uur. Het is de club van Sinterklaas die steeds iets spannends beleeft. Hey Jacob. Hoe gaat het ermee? Waarom wil je dat weten? Die cadeautjes, hè? Ik weet niet eens of ze wel bij de kinderen terecht gaan komen. Dit is echt erg. Sinterklaas wil echt niet naar Nederland. En dat is natuurlijk meteen weer mijn schuld. Natuurlijk niet. Waarom zeg je dat? Wat vinden jullie toch? Dat het mijn schuld is? Hey, Jacob. Jacob, gaat het wel goed met je? Zo, Fifi. Fifi, ja, dat viel toch wel mee, hè? Dat was niet zo erg. Nou, gaan we nu terug naar het kasteel, naar mevrouw. Ja, rustig zitten. Zo zitten. Af. Ja, heel goed zo. Lekker blijven zitten. Zo. Oh. Hey, Hooghoogspiet. Er gebeuren hier rare dingen. Ja, dat zei ik toch al. Ja. 1. Sinterklaas schrijft een brief dat hij speciaal lied 16 wil horen. B. Als hij het liedje hoort, dan wil hij niet meer naar Nederland. Ten derde, tante Toets komt midden in de nacht uit de kamer van Sinterklaas. En 4. Ze lijkt het helemaal niet erg te vinden dat Sinterklaas niet naar Nederland wil. Nee, en als laatste, Jacob denkt dat het allemaal zijn schuld is. Hé? Nee? Jacob? Ja, hij wilde net niet eens meer met me praten. Ach, zie je wel. Er is iets heel vreemds aan de hand hier. Ik zal je nog eens wat zeggen. Dat komt door tante Toets. Denk je dat echt? Ja, laten we nou eens nagaan wat er allemaal gebeurd is sinds tante Toets hier is. Nou, 1. Sinterklaas schrijft een brief. Ja. Ik begrijp het. Er zit een luchtje aan die tante Toets. Weet je, Hooghoogspiet? Ik begin het te ruiken. Zo, we zijn er weer. Maar 1 ding moet jij mij beloven, Fifi. Geen woord tegen mevrouw of jouw uitstapje naar de appet. Fifi. Oh, nou, doe niet zo flauw. Fifi, kom tevoorschijn. Heel leuk. Op zoek naar Fifi. Mijn verrekijker. Verrekijker in het schuurtje. Oh. Zeg Piet, weet je ook waar Pofpiet is? Is hij nog steeds niet terug? Hij ging even met Fifi naar de dierenarts voor controle en nou is hij er nog steeds niet. Zou toch iets gebeurd kunnen zijn? Dat weet ik niet, maar ik begin me wel een beetje zorgen te maken nu. Nou, anders ik wel. Het is een heel delicaat wezentje. Huh? Ja, 1 zuchtje wind en gelijk snip verkouden. Pofpiet? Die kan wel tegen een stootje, hoor. Wie heeft het hier over Pofpiet? Ik heb het over Fifi. What's wrong with you people? Het lijkt wel alsof jullie niets goed kunnen doen. Ik ben overspannen. Fifi heeft nachtmerries. Sinterklaas wil niet naar Nederland. Wat gaat er nog meer gebeuren? Zeg, hoe staat het er eigenlijk mee? Hebben jullie hem al zover dat hij wel naar Nederland wil? Nog niet. Erg, heel erg. Maar ja, we blijven het proberen. Dat zou ik doen, Testpiet, dat zou ik doen. Weet je, misschien kunnen jullie lied nummer 16 nog een keer voor hem zingen. Misschien dat hij er nu wel blij van wordt. Hij wil het beslot van rekening zelf horen. He? Hij heeft er in een brief om gevraagd. Ja, dat snap ik ook niet. Maar wacht eens even. Hoe weet u dat eigenlijk? Wat? Hoe weet u dat Sinterklaas in een brief om lied nummer 16 heeft gevraagd? Ja... Heel vreemd. Als hij er droevig van wordt, waarom zou hij dat dan vragen? Ik begrijp er ook niets van. Dat is raar. Dat is heel erg raar. En erg. Heel erg. Heel, heel erg. Fifi. Fifi, waar zit je? Doe nou, Fifi. Fifi, waar... Waar ben je nou? Doe nou. Ik vind het niet leuk meer hoor, Fifi. Fifi.
Oh, oh, Fifi. Oh, oh, kom onmiddellijk naar beneden, nu. Kom onmiddellijk naar beneden. Die tekst is het niet. Nee, die tekst is goed. Die tekst is goed. Die is goed. Maar we doen wat fout. Ja, maar wat? Ja, maar wat? Ja, wat? Wat? Hoge hoogte, zou je onmiddellijk willen komen? Ik heb een heel, heel klein probleempje, maar het is niet zo erg. Ik sta hier namelijk in het water bij de dorps. Ik bedoel, in het dorp, bij de watertoren. En dat is een heel klein probleem dat alleen jij kunt oplossen met jouw expertise. Ja, zie ik je zo? Ja. Oh, Fifi. We doen iets fout. Ja, maar we zien iets over het hoofd, Koelepiet. Het kan niet anders. Stom. Wat moeten we nou toch doen? We moeten Sinterklaas al ver zien te krijgen dat hij toch naar Nederland wil. En ik weet het zeker, de oplossing zit hier in de muziek. Zo, ja. Oh, stelletje slimmeriken. Zijn we er al uit? Het mysterie van het droevige lied. Nog niet, muziek Piet, nog niet. Het valt mij trouwens op dat niemand mijn hulp heeft ingeroepen. Iedereen weet dat je voor verkeerde muziek bij mij moet zijn. Kijk nou uit, muziek, man. En daarbij, wat maakt het allemaal uit? Het wordt toch helemaal niets. Sinterklaas wil nog steeds niet. Komt zijn kamer niet uit, hij zegt niets. Nee, ik ben echt bang dat we dit jaar gewoon in Spanje moeten blijven. Dit is dus echt geweldig. Dit is echt fantastisch. Dit is helemaal te cool gewoon. Noem het maar top, noem het maar super cool. Dit is verschrikkelijk. Dit jaar, zonder Sinterklaas. Zonder pakjes. Zonder mij. Kijk dan. Ik snap er niks van. Zo was het. Ja. Heb. Ik zei het toch? Ik zei het toch? Dat... Het zit gewoon verkeerd om in het boek. De muziek zit er ondersteboven. We zijn eruit. Ja, natuurlijk zijn we eruit. We zijn eruit. Ja, nog hoger, hoog. Voorzichtig. En doe rustig aan. Maak hem niet bang. Ja, nog hoger. Ja, doe maar. Gaat heel goed. Alsjeblieft, hè. Maak hem niet schrikken. Ja. Yeehaw. Doe nou. Ja, hij zit er. Nog één hoger. Eén hoger. Nog hoger. Hoge hoogte. Voorzichtig. Kom maar, Fifi. Kom maar. Voorzichtig. Rustig, man. Kom maar. Kom maar. No! Oh! Oh, Fifi! Oh! No! No! Oh! Ik heb hem! Hoge hoogte! Ik heb hem! Hoge hoogte, ik denk dat we toch even naar de dierenarts moeten. Ja, dat we even Fifi sexy moeten doen. He? Voor de zekerheid. Fifi. Lijkt me een goed plan. Maar waarom klim je dan ook zo hoog? Oké, naar de dierenarts. Ja. Oh, ja. Wie komt ieder jaar met zijn paard over zee? Wie komt ieder jaar en brengt cadeautjes mee? Het is onze Sint-Nicolaas kindervriend. Hij komt over zee, dus zing maar lekker mee. Maar ja, echt, als Sinterklaas hier niet vrolijk wordt... Nou, dan weet ik het echt niet meer. Precies. High five. Zeg maar, wat doen jullie toch met Fifi? Wat doen we nou? Iets bijzonders. Gewoon. Noem het maar gewoon. Ja. Nou, ik hoop echt dat dit de laatste keer is dat ik jullie hier zie. En doe vooral voorzichtig aan met haar. Ja. En doe de groet aan tante Toets. Zullen we doen. Zo, moet hij nou toch steeds van tante Toets? Zeg, een beetje jaloers, Profpiet. Jaloers? Ik? Waarom zou ik jaloers zijn? Hoe kom je daar nou bij, hoge hoogte, dat ik jaloers zou zijn? Nou, rustig aan maar, prof. Hè? We gaan Fifi wegbrengen. Kom. De volgende. Jaloers. Ik. U, meneer, met de kip. Komt u maar. Oh, Jacob, we zijn eruit. Koele Piet heeft de oplossing gevonden voor lied nummer 16. Oh Jacob, ik weet zeker, als we het gaan zingen voor Sinterklaas, dan wil hij echt naar Nederland toe. Fijn, Despiet. Nou ja, wat is er nou? Ben je niet blij? Blij? Heel erg blij. Maar ja, dat geloof je toch niet? Waarom zou ik dat niet geloven? Jij denkt toch dat ik blij ben omdat het niet goed gaat met Sinterklaas?
En dat ik daar misschien iets mee te maken heb. Jullie vertrouwen mij toch niet? Jij en Hoge Hoogte Piet. Maar hoe kom je daar nou toch bij? Dat heb ik gehoord. Van wie? Dat kan ik niet zeggen. Laat ik het ophouden dat ik het uit zeer betrouwbare bron heb. Jacob, die bron van jou, is dat misschien een blauwe bron? Ja. Heeft die bron van jou toevallig een hondje? Ja. Heet dat hondje toevallig Fifi? Ja. Is jouw bron jouw tante Toets? Dat kan ik niet zeggen, dan zou ik tante Toets verraden. Jacob. Jacob, dat geloof je toch niet? Jacob, kijk me even aan. Denk jij nou dat ik dat soort dingen over jou zou zeggen? Nou? Maar mijn bron. Ja, jouw bron. Jouw bron wil dat jij bij haar komt werken op de camping. Wil je dat? Niet echt, nee. Jacob, zou het niet zo kunnen zijn dat jouw bron je daarom een beetje opzet tegen ons? Ja, als je het zo zegt. Ja. Oei, ja. Ja. Oh. Waar bleven jullie nou? Ik ben bijna ziek van ongerustheid. Oh, wat aardig. Niet vanwege jou, Prof Piet. Vanwege Fifi. Waar is mijn kleine Fifi? Alsjeblieft, mevrouw Fifi. Oh, kijk nou! Wat hebben jullie met haar uitgesproken? Nou, niets bijzonders. Nee, gewoon nee. Gewoon Fifi, kindje. Wat zie je eruit? Wat hebben ze allemaal met je uitgevoerd? Maar hier laat ik het niet bij zitten. Hier zullen ze voor boeten. Sinterklaas en die hele Pieterbende. Het is weer de hoogste tijd.